Omicron is vanaf eind december de meest overheersende COVID-19-variant in Suriname. Tijdens de gisteren gehouden COVID-19-persconferentie liet minister Amar Ramadan van Volksgezondheid weten dat de Omicron-variant, de Delta-variant van het coronavirus, helemaal heeft teruggedrongen. Dat blijkt uit testmateriaal dat eerder naar Nederland is gestuurd. De verschillende kleuren geven de verschillende varianten aan. Rood is dus Delta. Gedurende de periode, eigenlijk vanaf juli, hadden we dus Delta tot zeker de afgelopen maand. Waarbij u kunt zien dat overwegend Delta aanwezig was in de tweede helft van 2021. En sinds eind december 2021... En de intrede van Omicron is langzaamaan de verschuiving duidelijk merkbaar van rood naar lichtpaars, dus van Delta naar Omicron. En volgens de laatste resultaten op 17 januari, in de week van 17 januari, zien we eigenlijk dus wel dat er uitsluitend Omicron gevonden is in het materiaal. We kunnen dus eigenlijk gevoeglijk aannemen dat Omicron de overheersende variant is in Suriname. En als je het wilt bekijken vanuit de sequencingsresultaten, dan zeg je Delta is bijna niet meer te zien. Ramadan zegt ook dat hoewel de Omicron-golf, dus de vijfde golf, een hoge besmettingsgraad kende, de derde en vierde golven de golven zijn geweest waarin de meeste mensen zijn overleden. De Omicron-variant is de meest besmettelijke variant geweest, legt de bewindsman uit. Kijkend naar het beloop van de vijfde golf moet er volgens Ramadan rekening gehouden worden met een natuurlijke en kunstmatige immuniteit. Bij de derde en de vierde golf, dat die heel lang duurde. En u zag dat de vijfde golf heel hoog was. Het typisch te zien is dat de derde en de vierde golf eigenlijk de hofleveranciers zijn. De grootste de golven geweest waar de meeste personen zijn overleden. En in deze grafiek ziet u eigenlijk dat duidelijk. En ondanks het aantal welke in de vijfde golf van besmettingen vele malen hoger was dan de derde en de vierde golf, denk ik, zien we toch een minder aantal personen welke is komen te overlijden in de vijfde golf. En daar zal zeker een belangrijke bijdrage is natuurlijk de natuurlijke immuniteit, maar ook de verworven in de kunstmatige immuniteit zoals vaccinaties, waarbij veel grotere delen van de samenleving tijdens de vijfde golf gevaccineerd waren. Maar u ziet ook dat Omicron veel milder verloopt en eigenlijk het aantal sterften tijdens de vijfde golf ook veel minder was. Tijdens de Omicron-variant hebben volgens Ramadan juist de meest kwetsbare personen in de gemeenschap het leven gelaten.